Om het model te bouwen moeten de onderdeeltjes voorzichtig uit de plankjes worden gehaald. Het hulphoutje en een onderlegger zijn daarbij handig. Bewegende onderdelen moeten goed glad worden gemaakt met een schuurpapiertje en wat was. Symbolen op de pagina's laten zien waar je extra op moet letten. In dit geval gaat het over het gladmaken van het onderdeel om het soepel te laten werken. Bij het uitroepteken moet je extra opletten op de richting of de manier van montage. Dit symbool laat zien dat je de werking even goed moet proberen en pas verder moet gaan als je zeker weet dat het werkt. Er zijn ook reserveonderdeeltjes opgenomen op de plankjes. Het is aan te bevelen om ook vooruit te kijken om te zien hoe op een volgende bladzijde de onderdelen verder worden verbonden. De instructiefilm gaat wel gewoon de pagina's van de handleiding langs, maar is wel een versnelde weergave. Veel plezier met het bouwen van dit prachtige model. We beginnen op pagina 4 met het eerste stukje van het opwindmechanisme. Dus een grondplaatje. Moeten de verbindingstukjes stevig worden ingedrukt. Daar komt de opwindknop. Het bestaat uit twee stukken over elkaar met een ring. En nou moet de opwindveer daar overheen worden gelegd. En dan moet er opgelet worden dat de route zo uitkomt dat het sluitstukje op de juiste plek valt. Even de route bij langs. Nu kan daar een tweede ring overheen. En het afdekplaatje even zoeken dat hij op de juiste verbindingspunten valt en dan stevig verbinden. Nu kan het zo worden opgedraaid dat de hele veer binnen de nokjes valt. Even voorzichtig terug en dan het verbindingsstukje stevig aanduwen. We gaan daar nog meer onderdeeltjes aanmaken om later verbinding te maken. En dan beginnen we met een eerste tandwielsysteem. Tandwieltjes, ringetjes, even goed geschuurd en met was bewerkt. En even letten op de juiste richting van het plankje. Er moet een wiel worden gemaakt en daarin zitten tandjes waarbij even heel goed gekeken moet worden naar de juiste richting. Een tussenstuk. En het eindstuk waarbij de tekening aan de buitenkant zit. Er komt een elastiekje overheen voor een goede grip. En dan nog een keertje hetzelfde verhaal, maar nu is het in spiegelbeeld. Hier een elastiekje, even netjes in het midden. Er komen tandwielsysteempjes, steeds de tandwieltjes en ringetjes goed geschuurd en dan op de juiste manier in elkaar gezet. Nogal één. Een groter tandwiel eroverheen. En die vallen daar in dat plaatje en moeten dan op elkaar aansluiten. Tweede plaatje eroverheen. Nu komt het motortje met het opwindmechanisme als eerste daar aan de zijkant. Dan kan dat tandwielsysteempje de as erin met een plaatje aan de buitenkant.
het eerder gemaakte stukje erop gelegd en zoeken dat hij de juiste verbindingen heeft en dan ook stevig aanduwen. Kijken of de tandwielen op elkaar aansluiten en dan kan de tweede zijkant erop en dan is het weer uitproberen, alle nokjes in de juiste gaatjes eerst even een klein beetje verbinden en als alles op zijn plek zit stevig aanduwen. En nog een plaatje eroverheen. Even checken of het allemaal goed zit en ook goed op elkaar indraait. En dan gaan we verder met pagina 8. Daar komen die wielen en daar komen onderdeeltjes in die ervoor zorgen dat er een vrijloop ontstaat. Alles goed op zijn plek in de juiste richting en dan voorzichtig erop geschoven zodat de onderdeeltjes er niet uitvallen. En de afsluitplaatjes eroverheen. Aan de andere kant hetzelfde, het onderdeel in de juiste richting. De kleine beweegbare pennetjes op de juiste plek. Voorzichtig erin duwen. En weer het ringetje erin. En het afsluitplaatje. Bovenop komt ook een systeem waardoor het maar één kant op kan draaien. En dan gaan we weer een tandwielsysteem maken. Asje uit twee onderdeeltjes, tandwieltjes erop. En natuurlijk het ringetje weer goed geschuurd. Die komt daar in het midden, moet aansluiten op de verschillende tanden. En dan maken we nog weer een wiel. Hele kleine priegelstukjes. Een tussenstukje en de buitenkant van het wiel. Ook hier een elastiekje eroverheen voor de grip. En van dit wieltje moeten er twee worden gemaakt. Er moet een lange as komen. Twee onderdelen in elkaar geschoven, ringetjes eroverheen. En dan komt daar een dwarsstuk op. Aan dat dwarsstuk komen de kleine wieltjes. Ook hier met een ringetje erin en een afdekplaatje. Moet natuurlijk soepeltjes kunnen draaien. En als dat niet zo is, dan kun je beter even teruggaan. Een plaatje met een aantal verbindingsstukjes waar de wieltjes opkomen en dan komt daar een onderdeeltje op, moet in de juiste richting worden geplaatst natuurlijk. En dan kan dat op de basis even goed aan de verbindingsstukken werken. Een afdekplaat eroverheen. Die is schuifbaar en zit in het palletje. Een groot tandwiel met daarbij een klein wieltje erin. En die moet daar op de juiste plek worden gelegd. Daar komt een ringetje in het midden, een afdekplaatje. Het systeem zorgt ervoor dat het plankje heen en weer kan bewegen. Een klein tandwieltje met weer een afdekstukje. Een plaatje met een ringetje erin en een
paar ringetjes eroverheen. En dan komt de volgende plaat. Als het goed is, past het allemaal goed op elkaar. Steeds weer even zoeken om de verbinding stevig te krijgen. En nog een plaatje. Ook even omdenken natuurlijk dat het wieltje in het asje valt. We kunnen al een klein beetje gaan proberen. Even voorzichtig een paar stukjes opdraaien en hem een paar keer laten gaan. Weer een tandwiel met asje. En dat komt aan een stangetje met een zijplaatje op zijn plek gebracht worden. Het wordt steeds lastiger om het goed vast te krijgen, omdat er steeds minder tegendruk gegeven kan worden. Een tandwiel en een verbindingsstukje. En dan komen er op pagina 11 een paar tandwielsystemen die iedere keer op de juiste manier in elkaar moeten worden gestoken. En ook even te zijner tijd op de juiste plek worden gelegd. En natuurlijk zijn alle tandwieltjes en ringetjes geschuurd met was bewerkt. Ook hier moeten er twee van komen. De volgende twee onderdelen in elkaar geschoven, een ringetje eroverheen. Het tandwiel en nog een keer een ringetje. En ook van deze moesten er twee. Nog een keer het tandwiel eroverheen. En nu kan dat in de basis worden gelegd op de juiste plek. Dan moet er even voorzichtig gekeken worden dat alle tandjes goed op de plek liggen, tegen elkaar aanlopen. Nog de twee lange en twee kleintjes daarin. Die moeten met de lange kant naar beneden. Nu moeten daar twee zijstukjes op worden gemaakt. Die moeten in de juiste richting tegen het onderdeel met de tandjes worden gelegd. Er komt een afdekplaatje met twee verbindingsstukjes. En het is zaak om dat op de goede plek te leggen en heel voorzichtig te verbinden, zodat het niet van de plek afgaat. Een grotere plaat eroverheen. Die heeft een paar lastige verbindingsstukjes omdat ze er helemaal tussen zitten. En even helemaal doorgaan totdat alles goed op zijn plek zit en stevig wordt aangeduwd. Dan kunnen over de lange asjes nog de ringetjes worden geschoven, helemaal tot dat ze aansluiten. En ook bij het kleine ding in het midden. Daar komt een wijzertje overheen. Er moet een onderdeel gemaakt worden voor de schakelaar. Even goed letten, met name op dat laatste ringetje, dat het in de juiste richting ligt.
een plaatje met een verbindingsstukje voor de schakelaar. Die schakelaar kan daar op zijn plek worden gelegd. En dan komt dat tandwiel eroverheen en dat moet aansluiten op die schakelaar die dan als rem fungeert. Twee kleine verbindingsstukjes daartussen. Er komt opnieuw een afdekplaatje overheen. Er zit een remsysteempje in. Even opzij duwen zodat het over het ringetje van de schakelaar heen past. En kijken of de schakelaar daarop functioneert. Er komt een loshangend plaatje met daaroverheen een ringetje en een tandwiel. Dat plaatje dat hangt daar nog los tussen. Dat zijn de onderdelen van het propellersysteem. De tandwieltjes en de ringetjes op de juiste plek. En dan moet dat daar aan elkaar. Moeten er twee van komen. Komt een zijkantje aan waardoor het verbonden is. En nog een plaatje aan de voorkant. Datzelfde met die andere, maar dan in spiegelbeeld. En nou kan dat helemaal achterop het systeem worden gemaakt. Dus even zoeken naar de juiste verbinding, omdat het plaatje loshangt. Niet heel gemakkelijk. En het pennetje onderaan in het juiste gaatje. Daar komt dan een ringetje over die as. En een tweede zijplaatje waardoor het één geheel wordt. Aan de andere kant hetzelfde. Voorzichtig op zijn plek brengen, verbinden met de nokjes. Het pennetje op de juiste plek. Het ringetje over het asje, zodat hij er helemaal inschuift. En de tweede zijkant eroverheen. Er komen nog wat boogjes in. Even letten erop dat de tekening aan de buitenkant zit. We kunnen weer opnieuw gaan proberen. We zetten hem even op de stop, winden hem een aantal keren op. En dan als de start wordt gedaan, dan draait het allemaal. En als het niet zo is, dan moet je even terug om te kijken waar het probleem zit. De propeller wordt voorzien van een aantal kleine onderdeeltjes. Moeten er twee van komen natuurlijk. Nu kan daar op de grote as een wiel. Moet weer verbonden worden met de nokjes. En als het goed op zijn plek zit, dan kan de propeller daaroverheen. Daar komt een ringetje in dat verbinding maakt met alle zijstukjes van de propeller. En vervolgens een afdekringetje.
De tweede propeller. En het onderdeeltje moet even goed kijken dat het op de juiste plek zit. De juiste richting, zodat hij overal aansluit op de stukjes van de propeller. Afsluitringetje. Voor de totale ombouw moeten er steeds twee bogen op elkaar en dan vervolgens een aantal verbindingsstukken. Er zijn er vier die net iets afwijken van de andere. Aan de binnenkant. Er komt voor de achterkant zo'n soort gelijk systeem. Voor de zijkantjes nog een keer. Moeten er twee van komen. En nu kan het totaalplaatje in elkaar worden gezet. Even op zijn plek geschoven, even gecontroleerd dat de nokjes op de juiste plekken zitten en dan beetje bij beetje aanduwen. Aan de achterkant hetzelfde. Nokjes op de juiste plek. En dat geldt ook voor de zijkanten. We gaan op bladzijde 17 twee verlichtingssysteempjes maken. Moet in spiegelbeeld gebeuren. Even goed letten op de juiste volgorde. De tweede, een pennetje waarmee straks de verbinding wordt gemaakt. Dan een paar ringetjes. En het afsluitende lampen. Ringetje. Aan de binnenkant komen nog twee onderdelen. En dan kan de grote plaat erop. Een kwestie van geduld en rustig kijken. Beetje bij beetje, millimeter voor millimeter, verbinding maken. En zo langzamerhand alles helemaal rond. En net zo lang doorgaan tot het helemaal vast zit. Even goed controleren. Aan de voorkant komen de lampen. En dan komt daar een dwarsstuk op. Met twee boogjes die als verbinding gaan fungeren. En nu kan het geheel in de houder worden geplaatst. De dwarsbalken moeten verbonden worden met de zijkant. Aan de voorkant een dwarsbalk. Plankjes aan de zijkant. Even letten op het streepje, zodat het in de goede richting zit.
eroverheen. Zo wordt de cabine mooi opgebouwd. Met drie onderdelen. De basis van de voorkant. Voor de zijkant zijn wat plaatjes met een aantal onderdeeltjes erop die er even voorzichtig moeten worden ingewerkt. Voor de andere zijkant is dat weer in spiegelbeeld. Die zijkanten op hun plek moeten er ietsje schuin in. Altijd lastig met de verbinding zoeken. Andere kant hetzelfde. Het wordt allemaal steeds mooier. Een soort dashboard met een klein pennetje, een ringetje. Komt het stuur op zijn plek. Een hendel. En dan kan dat daar voorin worden vastgemaakt. Lastig om er tussendoor te komen. Even op zijn plek brengen. En eventueel met behulp van het hulphoutje nog even stevig aanduwen. Voor de voorkant en de motorkap komt daar nog een tandwieltje. De motorkap maar even apart gemaakt. En dan kan die op zijn plaats worden gelegd. We gaan voor de zittingen een stel onderdelen samenvoegen. De zitting, de opbouw van de rugleuning met weer een dwarsstuk, de rugleuning erop met de zijkanten. Als laatste de neksteun. En dan moeten er vier van komen. Die moeten voorzichtig op hun plek worden gebracht. En op die manier kunnen er vier personen mee. We gaan nog twee veiligheidsbanden maken. Ook weer in spiegelbeeld, zodat er eentje rechts, eentje links kan komen. Een balk met een heel stel pennetjes en ringetjes. Iedere keer hetzelfde en dan is het maar weer wat versneld weergegeven. Daar komen nog twee zijkantjes aan. Ook hier weer met hele fijne pennetjes. Daar kan de balk met de lampjes overheen geschoven. En dan de voorkant erop. En
die kan op zijn plek worden gebracht. De banden. En op deze manier is het helemaal veilig. En ook klaar. Hij ziet er prachtig uit. En als het goed is, dan rijdt hij ook heel mooi. En doet hij het goed. Ik hoop dat het allemaal gelukt is en je veel plezier hebt gehad aan het bouwen van deze hovercraft.